NPS-parlementariër Patricia Etnel heeft het maandag in de Nationale Assemblée aan de stok gekregen met assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons. Tijdens haar spreekbeurt leverde Etnel ongezouten kritiek op het beleid van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Etnel ergerde zich eraan dat de minister nog steeds geen antwoord heeft gegeven op vragen met betrekking tot de oude en nieuwe leermethoden op de basisschool. En laat me vandaag hier zeggen wat er op de grootscholen gebeurt. De kinderen krijgen nu in de tweede klas, hebben ze rekenmethode. En een rekenmethode is dat ze op de lange manier conform de nieuwe methode de sommen moeten oplossen. En ik ga een voorbeeld geven, minister. Want de evaluatie die moet komen op het ministerie duurt een eeuw lang. Vanaf regering Boutersen 1 is dit ingevoerd en onze kinderen blijven zitten in de derde klas en het ministerie doet niets eraan. Laat me er dit van zeggen. U geeft het kind om op te lossen bijvoorbeeld 36 plus 26. Op de lange manier nu moet dat kind 36 plus 20 plus 6. Zo moet het kind het oplossen in de tweede klas. Wanneer dat kind in de derde klas komt, dan pas gaat dat kind onder elkaar leren om op te tellen of af te trekken. Minister, de kinderen blijven zitten in de derde klas. Ja, ja, we horen u. De DNA-voorzitter vroeg Etnel om rustiger te praten, maar dat had een averechts effect. U kunt in de derde klas, want in de derde klas bezig, de krijgen de kinderen rekenboeken te behandelen, voorzitter, de begroting. Voorzitter, dus het is een deel. Uw tijd heen. Voorzitter, mag ik wat zeggen? Mag ik wat zeggen, voorzitter? Het is een deel van kwaliteit van het onderwijs. We praten hier over zaken die niet. Maar u moet die niet afronden. Nee, voorzitter. We praten hier over zaken die niet grondig zijn. Kwaliteit van het onderwijs. Kijk hoeveel is geïnvesteerd. De regering Boutersen 1 heeft miljoenen goed. Ja, maar ik heb u van tevoren, ik heb uw fractieleider gezegd, ik heb u gezegd, ik heb u de kans gegeven. Maar in plaats van dat u die begroting behandelt, maakt u optelsommen. En dat mag. Maar... Goed, dank u wel, lid. Lid Etnel, dank u wel. Goed. Waarom gaat u zo tekeer? Lid Etnel, ik ga u de zaal laten verwijderen. Dat was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. Ze moest een verhitte NPS-parlementariër Patricia Etnel tot orde roepen.